Nou, dit wordt mijn allereerste unboxing video. En wat is nou een unboxing video voor alle autofreaks die het nog niet kennen? Is gewoon iets uitpakken. En ik heb hier dus een pakketje van een PR-bureau. En er zit waarschijnlijk geen parfumetje in. Nee, er zit iets anders in. Aha! Een dashcam. Your eyewitness on the road. Oh, een lief briefje. We zijn benieuwd naar hoe je hem ervaart en het resultaat. Nou, ik ben dus ook heel benieuwd. Een dashcam, ja, wat moet je er eigenlijk mee? En ik zie het wel veel gebeuren. Er zijn veel mensen die al een dashcam op de weg hebben om van alles vast te leggen. Nou ja, ik ga dat dus ook doen de komende maanden. Oh, hij is dus echt onwijs klein. Door het doosje dacht ik dus dat hij een stuk groter zou zijn. Hij is dus heel klein. Er is een touchscreen, zie ik. Of lees ik er een af. HD recording. Nou, dat is fijn. En wifi. Easy share your video's. Dat is handig. Dan kan ik dus direct, als ik iets zie of iets meemaak, kan ik dat delen als ik dat wil. Maar of dat zomaar mag, dat weet ik niet. Maar het is wel mogelijk. Kijk, dit is het kleine cameraatje. De dashcam. Ik ga hem nu in mijn auto installeren. En dan ben ik heel erg benieuwd of ik daar in één keer zelf uitkom. Want een echt een technisch wonder, dat ben ik niet. Maar ik ga mijn best doen. Oh kijk, er staat gewoon een heel simpel stappenplannetje in. In mijn Mazda kan ik hem dus niet testen omdat er geen sigaretaansteker in zit. En vorige week probeerde ik hem al in mijn MX-5 te installeren. Dat was alleen niet zo'n succes, want mijn MX-5 heeft geen sigarettenaansteker. Dat moet je dus wel hebben. Maar ik heb nu onze BMW 3-serie mee en daar zit wel een sigarettenaansteker in. Ja, ik zie hem. Dus ik ga hem nu installeren en dan ga ik zo lekker roadtrippen. Oké. Tadaa, begin is er. Sigaretten aansteken, tadaa. Oké, wat zit erin? Welcome. Warning. Niet gebruiken terwijl je rijdt of niet gaan tikken terwijl je rijdt. Oh cool, hij doet het al. Ik ga even naar buiten. Dashcam testen, want het is een hele mooie dag. Eindbestemming is Leiden. Ja, weet je, met zo'n dashcam, als je straks de beelden terugkijkt, en dat had ik eigenlijk de allereerste keer nadat ik het SD-kaartje in de computer deed, dat het heel erg rustgevend is, al die beelden. Ik krijg er een, ken je dat programma, Railway? Railway, om het eventjes goed in goed Engels uit te spreken. Dat is een programma waarin je een trein ziet rijden door echt de allermooiste landschappen en dat werkt dan heel erg rustgevend. Nou, dat gevoel heb ik dus ook als ik de beelden bekijk van de dashcam. Het is nu inmiddels dus best wel laat geworden. En ik moet zeggen,
dat ik dus heel erg blij ben met mijn nieuwe dashcam. Want ik had niet gedacht dat die eigenlijk zo multifunctioneel was. Je kunt er, als je wil, kun je er je roadtrips mee opnemen. En je hebt ook nog echt werkelijk waar goed beeld. Het helpt je met het meekijken of er mensen in de buurt zijn. Een soort extra oog eigenlijk. Het zorgt ervoor dat je niet te hard rijdt. Of in ieder geval geeft het een waarschuwing van, hey, pas op, je kan wel eens een bekeuring krijgen. En hij is dus heel erg compact en super makkelijk om mee te nemen. Wat je wel moet hebben is dat hij continu stroom moet hebben. Dus je moet wel een auto hebben met een sigarettenaansteker. En deze dashcam die gaf het ook gewoon aan. Hè? Wanneer ik te hard rij of wanneer er een camera hangt. Dan krijg je toch echt wel een piepje, een melding in het scherm. Dat je eventjes van het gas af moet. Maar ook als er iemand dichtbij je in de buurt loopt. Nu heeft toevallig mijn auto ook allerlei detectiezaken. Maar hij detecteert dus ook een hoop. Dus het is echt een camera voor verkeersveiligheid. En ondertussen kun je er dus ook heel veel mooie beelden mee maken. Ik neem normaal gesproken vaak een GoPro mee op persreis. Maar deze gaat nu zeker mee ter vervanging van een GoPro zelfs.